Verboden vrucht. Het is waarschijnlijk alleen maar voor de rijke elite. Maar een gewone mens, gelijk jij en ik. Nee. Ik denk dat we kunnen wel, hè. Het is niet eens bon. Waarom is een NWZ eigenlijk altijd zo pies als er iemand voor sporen loopt? Is 50 euro veel om een spoor af te huren voor een namiddag? Allicht. That's 11 sporen. We dodging lawsuits like it's the Matrix out here. They may take our lives, but they'll never take our freedom! Is dat niet van Breakboard? Ik kan boze NMBS-tweets horen. Like, okay, dan mogen we niet op dat spoor lopen of. Of dat? Ik heb maar één oplossing. De NMBS hype dat heel een tijd. Dat is iets super cool en chill. Je doet het niet voor mij, joh. Placid. Doe niks. Trein. Welke zot heeft treinen ooit het monopolie op sporen gegeven? Echt, ik zie Tom Waas. Photoshop die oude bosjes. Tom? Ik had een dame met je schoenarts op zijn rug. Tjoeke tjoeke. Tuut tuut. Kun je zo filmen dat je later dat maakt? Euro Training Simulator 2020. Ik zie ook hoe lame dat die controverse is, want er valt echt niks over te zeggen eigenlijk. Hè. Tom was bad, spoorlop good. Boku no Pico? Maar nu is het eigenlijk gewoon tijd dat we de bron van vinden. De bron van al deze ellende, van al deze opportuniteit, van al deze vervoersmiddelen. Heel duidelijk dat infrabellen en NB's hier niet meer komen. Heel goed zie. Spoor. Hier zien we een natuurlijk spoor. In de sedentaire levensstijl worden sporen vaak door de mens gemaakt, maar hier zien we gewoon een sporen. Kijk, het moet ergens staan komen. Hè. Je kan niet zomaar een reclamecampagne starten zonder dat er een bron van is. Dus laten we die zoeken, gast. Kijk, ik heb het nooit makkelijk gehad. Ik was een kleine vissersjongen. En op een dag neemt mijn vader mij mee en zegt, kom. Pak je een trein, we gaan naar de zee. Voor mij was dat toen bangelijk, nooit gezien, ongezien zelfs. En wie stond er dan ineens, de dag dat we vertrekken, op het spoor, te poseren? Thomas. Ga eens kunnen blijven, hè. Komt ervan, hè. Alle spoorlopen. Hey, welkom bij Top Doctors. Vandaag gaan we spoorlopen. Tom Testrom was een goed programma om nieuwe dingen te ontdekken. En ik heb dat gewoon voortgetrokken in een andere passie van mij, reizen was. Ik reis nu heel de wereld rond, op zoek naar de beste sporen om op te lopen. Dat is de enige twee programma's, ik weet wat die net gemaakt. Ja, Tom was onder kop niet gewoon zo'n conducteur bij een NMBS. Amai. Dat is seizoen 2 waarschijnlijk. We zoeken nog altijd de bron van het spoor. Oh fuck. Brutje, man! En NMBS zit nu al tanks in om mensen te verhinderen te spoorlopen. Free Hong Kong. De bron. 17 lange dagen en nachten. Oh my. Heeft echt mijn wereldbeeld verbreed. Ja, ik dacht niet dat ik het zo leuk ging vinden eigenlijk. Wacht op. Kijk, gaan we een tank verkrachten?